De herfstveiling in oktober staat bij Bernaerts volledig in het teken van de heropening van het nabijgelegen KMSKA. Deze reouverture zou wel eens voor een dynamiek kunnen zorgen waarop het veilinghuis graag inspeelt met haar grand opening veiling. In deze veiling focussen we niet alleen op Antwerpse kunstenaars, maar blikken we ook graag over de grenzen. Zo zijn er 16e en 17e eeuwse panelen van Janko Siers en Crispijn van den Broek of toegeschreven aan, tot monumentaal werk, als onder meer hier werk van Louis van Engelen, de landverhuizers uit 1915 voorstellende. Even pakkend en van iets latere datum is het werk van meester animalier Albert Ricolin. Deze kunstenaar die kind aan huis was in de Antwerpse Zoo, kon als geen ander de fysieke verschijning, maar nog meer de gemoedstoestand van het dier verbeelden. In dit geval een huilende panter. Over de grenzen van Antwerpen heen deden we een ontdekking. Een recent werk, studieblad van James Ensor, werd ons werk toebezorgd van Bram Bogart, Louis van Lint en ook van Takesada Matsutani, een vrij onbekende, hier in onze contrée dan toch, Japanse Gutai-kunstenaar, present met twee werken uit 1979. En nog verrassender is de Pile ou Face, een schilderij van Shirley Jaffe, een Amerikaanse Parisien van wie zo net een grote overzichtsentoonstelling in Parijs werd afgerond. Verdwaal in de catalogus van de Grand Opening. En kom vooral kijken op de tentoonstelling vanaf 24 september, het openingsweekend, tot en met 9 oktober. De veiling zelf vieren we dan op 11 en 12 oktober. Tot dan.